Nu gaat op zondag. hé uh, oh. hey, meneer! Hou op! Hé! Hey. Ah. 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 Jezus man! Jezus, doe no nou maal vent! Dag meneer. De veiligheid van journalisten in Nederland. De gast in de studio is Mark Baanders, verslaggever bij Poont. Welkom, Mark ja hallo ja wat leuk dat ik hier mag zitten ja leuk dat je er bent um, en op de dag van uh, de internationale dag van persvrijheid want dat is vandaag en uh, wij als uh, Free Press Unlimited staan dan ook graag stil uh, bij het belang van persvrijheid op deze dag wat betekent uh, persvrijheid voor jou nou ja als verslaggever is het persvrijheid dat je totaal niet wordt belemmerd in wat je wil maken dat niemand voor je beslist wat je gaat maken en dat je uh, Iedereen alles mag vragen, overal. En heb je het gevoel dat je dat ook kan? In Nederland? Ja. ja ik, heb wel, ik heb wel het gevoel dat uh, Nederland relatief een van de meest vrije landen is. En ik merk het al, ik werk al vier jaar uh, voor POND. Ja. En ik heb nog nooit iets gevoeld van. als ik een idee had wat ik graag wilde maken. dat ik het niet zou mogen maken. Ik ben altijd gesteund om echt gewoon mezelf te ontwikkelen. en door te groeien. Ik heb nooit restricties gehad van hier moeten we het niet over hebben. Of er zijn gewoon nog nooit grenzen geweest zeg maar, waar wij niet overheen mochten bij onze omroep. Nou goed, ja, goed om te horen. Um, en jij focust heel erg nu op het uh, de vrijheidsgedeelte van wat je wel of niet zou mogen zeggen. Um, hoe ziet dat er qua veiligheid uit voor jou? Want uh, ongeveer een jaar geleden werd jij fysiek aangevallen door um, een groep of een aantal kerkgangers uh, in Urk. Nadat jij hen uh, vragen stelde over hun um, kerkbezoek tijdens de coronapandemie. Had je ooit zoiets meegemaakt daarvoor? Nou, ik had de eerste keer dat ik hierheen ging, weet ik nog. Uh, dat het eigenlijk een dag zou worden als alle andere dagen. Uh, wij krijgen beveiliging mee, zelfs. Oh, soms. Wow, okay. Maar bij de, bij, in Urk, toen ik daarheen ging. Um, toen werd er niet eens nagedacht over of we een beveiliger mee zouden moeten nemen. Zeg maar, het, was niet eens, het kwam niet eens in ons op dat we bij de, bij de kerkgangers. Uh, ja, ja. Dat het daar fysiek werd. Een kerk in Urk? Nee, daar verwacht je het niet. Uh, nee, en, uh, en, en, en ik krijg het. Uh, nou ja, je moet altijd een beetje kijken naar het budget. Maar in principe krijg je altijd. Krijgen wij gewoon een beveiliging mee? Wat ook heel erg belangrijk is. En ja. bij avondklokrellen uh, soms wel twee. Maar bij Urk had ik het, had ik het niet verwacht. En uh, ja, het was wel een hele bijzondere dag voor mij. Dus. Aan de ene kant kan je zeggen: het is heel naar wat je hebt meegemaakt. Aan de andere kant is het wel een van de meest bijzondere dagen in mijn leven geweest. Begrijp ik? Ik bedoel, zo'n. Een... Waarom bijzonder? Om... Wat, vond je het uh, in het moment niet ergens ook wel eng? Ja, in het moment zelf is het eng, maar dan krijg je adrenaline. En uh, de opvolgende dagen. Um, het viel mij ook op hoe groot nieuws het was in, in uh, Nederland. En ja. het viel me ook op dat niet eens alles gezegd is. Want waar, uh, toen wij daar stonden, werd op je gespuugd. Uh, meerdere malen. Mensen die werden bedreigd. Uh, van je moet hier weggaan. Er was een soort hele rare uh, sfeer. Een mee. hele rare sfeer. En ik leef een beetje in mijn bubbeltje in Amsterdam. Ja. En juist daarom vind ik dat soort plaatsen en die bubbel uitgaan. Ja, vind ik dan juist een bijzonder moment. En of het dan mag of niet wat er gebeurd is. Ja, het is, het, het is wel een bijzondere dag. Dus zo te horen was het bijzonder, omdat het eigenlijk maar één keer zo heftig is gebeurd bij jou. Dit soort aanvallen of echt fysiek, dat jij bedreigd werd. Uh... Nee, dat is, dat is meerdere dat is meerdere keren gebeurd. Okay. Ik merk het vaak op uh, demonstraties en protesten, uh, zie je dat. En uh, dan hebben wij natuurlijk ook vanuit Omroep Poont de roze plopkap... die ja. als een rode lap voor een stier werkt bij demonstranten. Ja. Zo is het nou eenmaal. Maar dat is ook wie wij zijn. De grenzen opzoeken. Ja. Dwars zijn. En nou, dat werpt wel zijn vruchten af. En in Urk ja, is die roze plopkap echt helemaal niet welkom. Nee. Maar we, we komen er wel. Ja. Andere collega's van mij niet. Die durven het niet aan om daarheen te gaan... Puur omdat... Na jouw incident of uh... Uh, ja. ja überhaupt. Okay. En, want die, ik weet dat een vrouwelijke verslag heeft ze dan een keer daar nog één keer is geweest in Urk, maar ja, dan werd er ook weer op haar gespuugd. weet je wel. Ja, die, dan heb je gewoon geen zin meer bijna om daar te komen. En ik. Nee. Ik, weet je, ik zou het zo weer doen. Is dat niet zo'n impact op jou, dat, het, dat jij nu overgaat tot een vorm van zelfcensuur. Door bijvoorbeeld niet meer dit soort plekken op te zoeken? Nee, zeker niet. Nee. En ik denk ook dat. Uh, ik denk ook dat dat komt omdat ik nog heel erg jong ben. Dus je, ja. dus, je, je, dus je wil heel graag dingen zien. En ik wil juist een beetje uit mijn bubbel gaan. En ja, weet je, het, het is waar ik zelf voor kies. Ja, dus volgende keer eigenlijk ga je dan gewoon zorgen dat je beveiligers bij je hebt. Ja. Dat, dat leer je eruit. Op die manier. Op Want die er manier. is wel, uh, als ik het goed uh, herinner hoe ik het zag toen, um, is er met een auto op jou ingereden. Ja, toch? Ja. ja. En ook nog eens versnelde die auto toen die op me afkwam. En het was met name heel bijzonder, want je had de kerkgangers. En de kerkgangers zelf waren niet per se agressief. Maar er waren vier of uh, vijf mensen die letterlijk, um, toen wij daar aankwamen, al zeiden: wij beveiligen hier. Wij willen niet dat hier pers aanwezig is. En als jullie hier. Uh, als jullie hier mensen gaan interviewen. dan maken we jullie een kopje kleiner. Wow. Dus je moet, je moet nagaan dat het dus. dat ik, voordat ik daar aankwam rijden, rijden. en ik deed even mijn deur open. dat er dan iemand naar je toe komt. ja, we maken je een kopje kleiner. Het was echt georganiseerd. Ik bedoel, en. en... Nou, echt heftig. Ja, het was dus een uh... klein groepje van vijf, zes mannen. die continu rond uh, de parkeerplaats van de twee Urkse kerken, Urkerkerken, ja. uh, gewoon de boel gingen beveiligen. Maar iedereen wist ervan wat er gebeurde. Dus iedereen die ik daar interviewde, die zei pas op, we hebben uh, mensen die uh, ons hier veilig houden. Dus, dus er was misschien via een soort WhatsApp groep, maar er is, de, iedereen wist ervan. Wow. Dus als ik soms iemand interviewde, zei hij pas op. Als je, als als je, je zo, zo doorgaat, gaat. dan uh, zijn er mensen die... Uh, dus het was gewoon... Bizar. Ja, bizar. ja, ik snap ook wel de, de bewoording bijzonder ergens dan. Um, deze uiteindelijke uh, bestuurder die op jou inreed... kreeg uh, volgens mij 80 uur taakstraf. Um, wat vond jij daarvan toen jij dat hoorde, Vlas? Nou, kijk... Uh, aan de ene kant denk ik dan toch ook wel weer, 80 uur is ook wel veel. Ze vroegen mij ook nog om, uh, of ik een financiële vergoeding uh, had gewild. Nou, daar ben ik niet achteraan gegaan. Ik zei tegen hem, nou ja, het mooiste lijkt mij. Ik had zelf die man, uh, dat besprak ik met mijn directeur. Ik zei, uh, ja, ze hebben me opgebeld, ze willen iets van financieel En Toen heb ik er zelf over nagedacht en het leek mij eigenlijk juist gaaf om zo iemand dan een keertje. Op sleeptouw mee te nemen, dat hij gewoon een dag mee moest lopen met ja, ja, ja. hoe mijn werk is op zo'n demonstratie, <laughs> dat hij er misschien iets meer respect voor krijgt. Uiteindelijk, uiteindelijk heeft mijn directeur dat toch geadviseerd niet te doen, om, om, ja, omdat hij zegt: laat het maar gewoon van je afgaan. Ja. En het is al een moeilijk genoeg een situatie, en uh, laat de rechter maar beslissen wat een passende straf is. En ik vind de straf in principe goed. En niet alleen voor hem, maar als signaal. Ja, 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 ja. Want ik merk, als je praat over het feit... dat journalisten worden aangevallen... dan merk je op demonstraties dat mensen blijkbaar dus... eigenlijk met het nieuws daarover wordt het dus al gen oh, genormaliseerd. Ja. In de zin van, mensen worden op ideeën gebracht... die ze eigenlijk nooit hadden. En ik merk dat het de laatste tijd... Meer agressie is. Ja. Het uh, laten de cijfers ook, ook zien. Ja, dat en zo is. als je dus ook echt daar. Uh, als je op zo'n demonstratie staat nieuws te maken. dan merk je gewoon dat, het, dat de, de barrière veel, lager, veel te laag is om iemand te slaan. Ja. En als ik dan kijk naar uh, collega's van mij. die gewoon al vrouw en kinderen hebben. die gewoon echt het niet meer op het spel willen zetten en het niet aandurven. Ja. Ja, dan, 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 ja, dan. Dan vind ik zo'n zo signaal van 80 uur. Taakstraf, wel goed, omdat Tuurlijk. je, het is ook ja. voor anderen, het is niet alleen voor mij, het is als signaal naar de buitenwereld, hier. Um, dit pikken wij niet. Dit, dit mag we niet. niet. Nee. Ja. En um, je, je zei het net kort zelf al, uh, maar bij Poont, en jij specifiek zelf ook, um, staan bekend om een iets wat brutale, uitdagende manier van uh, verslag geven. Ja. Waardoor er ook na dit incident um, hier en daar op internet werd uh, gezegd dat jij het misschien had uitgelokt. Hoe ga jij om met de grens van aan de ene kant uh, stevig doorvragen om goede en interessante content te maken? En aan de andere kant uh, iemands persoonlijke grenzen te respecteren? Ja, ik denk dat we bij omroep pond. En ik ook met name op een andere manier vragen stellen. Wij zijn eigenlijk een hele emotionele omroep. Heel veel emotie. Emotie uitlokken bedoel je? Of, of zelf Ja, maar, maar ook. We hebben ook zelf echt wel. We zijn eigenlijk een emotionele omroep in de zin van sensitief. En wij. Um, um, en we zijn misschien wat vooringenomen, wat arrogant en uh, wat dwars. En, uh, maar ja, dat, dat kenmerkt ons wel. En um, hoe bepaal je dan hoe ver je gaat in een. Hoe ver je gaat met het uitlokken van een bepaalde reactie. Het verschilt misschien ook per ik, geval. Ik denk dat ik ga gewoon van mezelf uit. dat ik een goed mens ben. En uh, als ik ergens mijn vraagtekens bij stel. Uh, dan gaat het een beetje op de persoon af. Dus mm -hmm. hoe ver kan je gaan? Ja, zolang er maar respect is. Ja. En. Ja. en en wat wij doen, wij verliezen vaak respectpunten, maar we, uh, verzamelen ook heel veel respectpunten. En ik, en ik denk dat het bij ons best wel een goed, een goed evenwicht in zit. We kunnen net zo goed iemand het vuur aan de schenen leggen, als met ja. iemand heel hard lachen. Ja, dat is wel, dat is wel belangrijk. Ja, <laughs> en uh, jij zei net zelf dat jij jezelf wel vrij en veilig voelt om in Nederland uh, te werk te gaan. Dat is fijn om te horen, maar dat. Zoals je zei, een aantal collega's van jou uh, al niet. Um, een afsluitende vraag voor jou. Um, wat is er nodig in Nederland, denk jij, om journalisten wel 100% veilig en vrij uh, te voelen om hun werk goed te kunnen doen? Nou, ik denk dat het moeilijk is omdat je ziet door uh, Facebook community groepen en door Google dat mensen heel erg in hun eigen algoritme raken. Mm. En je ja, hebt bepaalde community groepen waar mensen in verstrikt raken. Er komt weer een hele rare vorm van verzuiling. Mm. En, dat hele en het wordt steeds gepolariseerder. En Sam. niet onderschatten, want we krijgen nu allemaal nieuwe nieuwsmediums. En ik kijk wel eens op die fake news sites, gewoon uit ja. interesse. En dan klik je en dan, en dan staan er bronnen bij. En dan klik je door op de bron. Of dan zoek je uiteindelijk een persoon op. En die persoon bestaat niet. Of heeft een nep LinkedIn-account. Ja. Die zomaar wat schrijft als journalist. En allemaal En dus het andere geluid. Uh, de andere krant. Zo heet een krant bijvoorbeeld. Ja. Die, die zijn, dat zijn allemaal. En daar gaat waanzinnig veel geld in om. Want mensen hebben. Want mensen die niet de krant lezen. omdat ze vinden dat daar. Vi dus. Zij lezen fake nieuws omdat zij denken dat ze dat. dat 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 het echte nieuws is. Ja. En daarom zijn ze daar ook nog eens bereid maandabonnementen voor op te nemen. En ze zitten in de mooiste studio's omdat ze gewoon hoe dwarser en meer onwaarheden. leugens ze verkopen. hoe ze verko hoe, hoe zoeter, hoe, hoe de broodjes nog. Ja, zoet sensatie uh, <laughs> travels fast zeggen ze toch ook. Op ja, Facebook, ja, ja. En juist nu ook nog eens dat fake nieuws eigenlijk aanpakken. Want Mensen die hebben het gevoel dat ze bedonderd worden door Soros of door Bill Gates. Mm -hmm. En er komt een hele rare. Er ontstaat een hele nieuwe werkelijkheid. die totaal niet ja. klopt met de realiteit. En daar gaat ongelooflijk veel geld in om. Daar wordt ongelooflijk veel geld mee verdiend. Ja. En die mensen die worden gewoon. Ja, en daar, en daar komt die. Ja. En daar komt die polarisatie voor een deel vandaan. Zeker. Ik denk dat dat ook wel een. Uh, ja. Complexe afsluiter is, maar wel iets moois om dat wij allemaal in ons achterhoofd houden wanneer uh, we het over veiligheid van journalisten hebben. Ja. Um, dank Mark voor jouw inzichten uh, ja. en je aanwezigheid vandaag hier. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Ja, dank gezellig. je wel. Dit was Studio Free Press Matters.